Limburg, voor de oorlog. Ja. Dat was rustig, hè. De enige spanning waar we mee zitten is of dat Philippe Thijs zijn leidersplaats gaat houden in de Ronde van Frankrijk. Hij heeft de eerste rit gewonnen, hè. Ja, ja. Spannend, hè. En het is ook schoon weer. Er wordt wel over de oorlog gesproken, maar de mensen zijn daar precies niet mee bezig. Ons Belgenlandje is toch onafhankelijk. Dat garanderen onze grote mogendheden. Groot-Brittannië, Oostenrijk, Frankrijk en zelfs de Pruisen. Waarom zouden de Duitsers ons aanvallen? Tenzij het is omdat die Servische Pipo Gravio Princip een Belgische fanpistool heeft gebruikt om zo de Oostenrijks-Hongaarse kroonprins en zijn vrouw neer te knallen. Das Deutsche Reich musste ja irgendwie reagieren. Wir wurden überall in die Ecke gedrängt. Auch wirtschaftlich stießen wir nur auf Widerstand. Frankreich wollte Rache für ihre Niederlage 1870. Zusammen mit Russland und Großbritannien gründeten sie das Militärbündnis gegen uns, die Triple Entente. Wir waren umzingelt. Hätten wir nicht zuerst angegriffen, dann hätten Frankreich und Großbritannien euer Land überfallen, um uns anzugreifen. Angriff ist die beste Verteidigung. De 290.000 Limburgers weten niet welk onheil er boven hun hoofd hangt. Het zijn vooral boeren die gewoon verder werken. De nieuwe dienstplichtigen die krijgen zelfs verlof om te gaan helpen op het land met de oogst. En ze zijn nu toch al met zoveel, nu iedereen naar het leger moet. Terwijl vroeger enkel degenen die het verkeerde lotje hadden getrokken moesten gaan. We hebben ook wat industrie. Sigarenfabrieken in Bree, Overpelt, Zonhoven en Tongeren. Zinkfabrieken in Lommel en in Overpelt. Een buskruidfabriek in Kaulil. En een meststoffabriek in Lommel. In Winterslag hebben ze de eerste steenkoolklomp naar boven gehaald. Dat is heel goed nieuws. Nu moeten al die Limburgers niet meer met de trein naar de Waalse mijnen. En op 4 augustus wordt er een feest georganiseerd in Winterslag. Maar zover komt het niet. De spanning stijgt. Op 28 juli verklaart Oostenrijk-Hongarije de oorlog aan Servië. Uit voorzorg wordt het Belgisch leger gemobiliseerd. Gedaan met werken op het veld. Allemaal naar de kazerne. Ik moet naar het 11e linieregiment in Hasselt. Op 2 augustus stelt het Duitse Rijk België plots een ultimatum om het land te doorkruisen. Dat hadden we niet zien aankomen. De schrik neemt toe. België weigert het Duitse leger de vrije doorgang. Onze koning houdt vast aan onze neutraliteit en verklaart... Ik weet niet of ik grootse daden zal stellen. Ik zal er enkel voor zorgen dat er geen slechte gesteld worden. Een klein land zo onder druk zetten. Maar we zullen ons niet laten doen. Ja, de mannen hangen de held uit. Maar de mensen zijn bang. Ze bestormen de winkels. Aan de Nationale Bank in Hasselt proberen ze hun bankbiljetten om te ruilen voor zilveren muntstukken. En sommigen gaan met hun briefjes van 20 frank naar de winkel om iets kleins te kopen in de hoop dat ze muntstukken terugkrijgen. Maar de winkeliers weigeren ze aan te nemen. We vertrekken onder bevel van kolonel Dussard naar de Luikse forten. Deze ochtend, de 4e oogst, zijn Duitse troepen in Gemmenich de grens overgestoken. Ik heb de eerste Pruisen gezien. Ze komen in kleine groepjes verkennen. Amai, ze hebben nogal bezien, Steve. 4 uitgedoste Ulanen, huzaren en dragonders op hun paarden met hun lansen. Ja, ja, schoon maar gevaarlijk. Ze zijn snel de Maas overgetrokken en konden zo met hun cavalerie Limburg binnenvallen. Op 5 augustus valt het eerste Limburgse slachtoffer, soldaat Anton Koenen, uit Wonk. De mensen weten niet wat hun overkomt. In Nieuwerkerken hebben ze pas door dat het Duitsers zijn als ze met marken betalen. En in Tongeren is een dragonder van zijn paard gevallen. Hij wou zich overgeven op het stadhuis, maar na een dag gerusten liet ze hem weer gaan. Die verkenners zijn nog maar het begin. Ze komen met steeds meer lange, indrukwekkende kolonnes. Zeppelins boven de Maas, vliegtuigen, auto's, lange rijen paarden met karren en kanonnen. Maar de Pruisen zijn niet geïnteresseerd in Limburg. Ze willen zo snel als ze kunnen naar Frankrijk. Ja, dat was der plan. België met zijn goed ausgebouwde schienennetz was ideaal voor een snellen voorstoß. In Lüttich aangekomen, konden we den Zug nemen en über Zuid-Limburg onze troepen naar Frankrijk transporteren.
Maar dat valt tegen. Ze hadden nooit gedacht dat wij, die kleine Belgen, zoveel weerstand zouden bieden. Onze jongens in Luik liggen onder vuur. We kunnen het kanongebulder tot in Limburg horen. En we schieten stevig terug, hè. En de raak. De Duitsers zijn razend. Die hadden zich nooit verwacht dat wij ons zo gingen verweren. En dan, in de nacht van 5 op 6 augustus, zijn we met het 11e linieregiment in de clinch gegaan met de Duitsers. Om dat onweerde toen. Gelijk als in de hel. Maar toen zijn we veel van onze mannen verloren. Waaronder kolonel Dussard. In een Amerikaanse krant vergelijken ze de strijd van het 11e linieregiment in Rees met de slag van de Thermopylen, waar 300 Spartanen het machtige Persische leger bekampten. Ja, ja. Die reinste propaganda. Einige der belgischen Truppen nahmen einfach ihre Beine in die Hand. Es wurde sogar gemunkelt, dass unser Anführer Ludendorff einfach mit seinem Gewehrkolben an die Pforte der Zitadelle klopfen musste und schon hatte die Zitadelle kapituliert. Wir haben uns sogar eine neue Wortschöpfung ausgedacht. Lütichieren für etwas, das blitzschnell über die Bühne geht. Ja, uiteindelijk hebben we die Luikse forten moeten opgeven. Door de hevige beschietingen. Maar ook door de slechte leefomstandigheden. Er was geen hygiëne en vooral die gassen en dampen die vrijkwamen door ons eigen kanonvuur. Ja, die verluchting in die forten, dat trekt op niks. De Pruisen zijn daar. De Pruisen zijn daar. Ze zijn al op de Maastrichter Steenweg. Ons veldleger moest zich snel terugtrekken achter de Geten en nadien naar Antwerpen. Ze vertrokken uit Limburg. Daar stonden we dan. Wie kon Limburg nu nog verdedigen? J'ai rassemblé mes hommes à la caserne de Hasselt et distribué les armes. Nous les avons vus arriver dans la Maastrichterstraat, des hussards à cheval. Nous avons ouvert le feu. Un hussard est tombé de cheval. Les autres ont fait demi-tour et se sont enfuis. Nous en avons encore touché un. De Rijkswachters bieden dapper weerstand. Ja, en elke stad had dan ook nog eens burgerwachters. Ooit lachten wij met die weekendsoldaten van de Garde Civique. Ja. Overdag schieten en 's avonds pinten pakken. Maar in Sint-Truiden houdt majoor Kartuivels en zijn burgerwachten de Duitse voorposten een dag lang tegen. Ja, en zo heeft een deel van het Belgisch leger zich kunnen terugtrekken achter de Geten, bij Halen. Een paar jonge officieren adviseerden de Belgische soldaten om zich te voet te verdedigen. Dus die stelden hun kanonnen op en hun machinegeweren. Maar die konden hun ogen niet geloven toen ze die huzaren te paard daar zagen chargeren. Ja, ons machinegeweren hebben toen goed hun best gedaan. Hè? Ze vielen bij bosjes en moesten zich terugtrekken. Die fiere, adellijke jonkers. Dat was de laatste keer dat ze in Europa een klassieke paardencharge uitvoerden. Heel het veld lag bezaaid met zilverpunthelmen. Er wordt dapper verzet gepleegd in Limburg. Kartuivels en zijn burgerwachten in Sint-Truiden en Van Doren in Diest. Elan Aker ronselt burgemeester de Carita-vrijwilligers op voor generaal De Schepper, die op 1 augustus wordt opgetrommeld om als militair gouverneur bevelhebber te worden over de Limburgse troepen. Mijn troep. Il consiste de gendarmes, de garde civique et de volontaires. Voilà mon armée limbourgeoise. Gardez les Allemands à l'œil et occupez-les. C'est ce que nous avons fait. Nous avons rendu dur la vie aux Allemands. Au début, le Limbourg ne les intéressait pas. Ils voulaient passer en France au plus vite. Mais nous leur avons donné du fil à retordre. N'est-ce pas, lieutenant Martin? Oui. À l'usine de poudre de Kaulil et à Beringen, nous optons rarement pour une confrontation directe. Nous préparons des embuscades. Nous en abattons le plus possible, puis nous nous replions. Nous sabotons les voies de chemin de fer et les liaisons télégraphiques. En septembre, je devais recevoir des renforts. 4 détachements de cyclistes. Mais ils ne se sont jamais présentés. La situation est intenable. Nous ne sommes pas correctement armés et nous sommes en minorité. En octobre, j'ai dû me replier dans l'abbaye d'Achel avec 200 hommes. Les Allemands nous encerclent avec 2000 hommes et l'artillerie. Un général. Wir hätten doch erwartet, dass ein General wenigstens ein echtes Heer haben würde. Aber wir fürchteten doch die Männer, die aus dem Hinterhalt auf uns schossen.
Deshalb mussten die da weg. Le 17 octobre. Ils m'ont encore une fois demandé de me rendre, mais j'ai refusé. Quand ils ont commencé à mitrailler l'abbaye, nous nous sommes repliés aux Pays-Bas. J'avais promis à l'abbé Dom Mauritius Lans que je ne laisserais personne détruire son abbaye. Generaal de Schepper en zijn vrijwilligers hebben de Pruisen meer dan 2 maanden bezig gehouden met hun guerrillastrijd. Toen het Belgisch leger al achter de IJzer lag, werd de Limburg nog steeds weerstand geboden. Ja, en het zijn de gewone mensen die de rekening gepresenteerd krijgen. We hadden niet damit gerechnet dat op ons geschossen würde. Manchmal pakt ons die paniek. Es wird geschossen, aber wir sehen keine Feinde. Überall lauern Freischützen. Eine Schande ist das. Soldaten kämpfen gegen Soldaten. Die Bürger halten sich aus den Gefechten raus. Aber ihr, eure belgischen Soldaten, verkleiden sich sogar auch noch als Bürger. Und dann sind da noch die Geschichten über ausgestochene Augen. Die Belgier sind Barbaren. Allemaal praatjes om te kunnen plunderen en moorden, ja. Das Kulturvolk. Schoon Kulturvolk, ja. Wir haben Ehrgefühl. Soldaten sollten kämpfen. Eer, kijk maar eens wat jullie soldaten hier in Limburg hebben aangericht. De 10 augustus breekt in Sint-Truiden na een actie van wat burgerwachten en wat Duitse soldaten de hel los. Jozef Weijers, Frans Valkenborg, Frans Renotte en zijn dochtertje van 14 vluchten voor de Duitse meute de kelders in. Maar de Duitsers steken brandend stro in de keldergaten. En ze dreigen te stikken. Jozef vlucht naar buiten. Ik ga me nog liever laten doodschieten dan levend te verbranden. Jozef Weijers wordt doodgeschoten. Frans en zijn dochter Julia worden ook neergeschoten, maar ze houden zich voor dood en durven pas uren later naar de buren te kruipen. Valkenborg die wordt zwaar verbrand, maar overleeft het. Op 16 augustus beginnen in Bilze stomdronken Duitse soldaten en officier wild in het rond te schieten. Ze zeggen dat er vrijschutters zijn. Hendrik Lammens en Jan Holsteins werden zo van straat geplukt en beschuldigd dat ze geschoten hebben. Ze worden naar een Duitse kolonel gebracht en daar ter dood veroordeeld. Aan de stadhuis worden ze gefusilleerd, terwijl de kolonel van op het balkon toekijkt. En zo gaat het nu dus in heel Limburg. In Alken, Heers, Sint-Truiden, Velm, Halen, Lummen, Kannen, Bilze, Tongeren, Beringen, De Locht, Lannaken. Niet übertreiben, Mathilde. Onze troepen zijn äußerst disciplineerd. Die meeste tijd blieb es ruhig. Es wurden 341 Häuser van ons beschädigd. En dat zijn 0,44% aller Häuser in Limburg. Wären die schändlichen Taten eurer Freischützen niet gewesen, dan wären es 0,0% gewesen. Als jullie ons land niet waren binnengevallen, dan waren het er ook maar 0% geweest. Jullie plunderen alles wat jullie te pakken kunnen krijgen. Jullie terroriseren de mensen. En soms zijn die verdomde Duitsers van u ook stomdronken. Ja, dat moet men Limburg zo goed houden. Es gibt dort gutes Bier und guten Wein. Ja, er zitten zuipschuiten tussen. Duizenden liters bier hebben die Duitsers opgedronken. Alle wijnkelders zijn leeggeplunderd. En ladderzat zijn ze soms. Toen de Duitsers generaal de Schepper uit de Achelse kluis hadden verdreven, lagen er langs de weg duizenden lege bierflessen. Ondertussen zitten wij hier aan het front. Zonder nieuws van thuis. Gelukkig keert in Limburg de rust wat terug. Het leven herneemt zijn normale gangetje. Normaal gangetje? Noemt jij dat een normaal gangetje? Niks mogen we nog. Onder de Duitse knoet zitten we, ja? De Duitse militairen hebben het bestuur volledig overgenomen. Belgische vlaggen zijn verboden. De Beiaard mag niet meer spelen. Alles wordt opgeëist. Paarden, notenbomen, wijn, beddenlakens, metaal, fietsen. Voor van alles en nog wat heb je nu ook plots een toestemming nodig. Om de tram te pakken. Of zelfs om met je fiets te rijden. Ja, je hebt gelijk. Voor alles hebben we plots een kaart nodig. Een suikerkaart, een bruinbroodkaart,
een vetkaart, voor paarden een haverkaart en voor kippen en konijnen een speciale voederkaart. En na 1917 ook nog een kolenkaart, een melkkaart en een boterkaart. En dan voeren die Duitsers ook nog eens een ander uur in. Ineens zitten wij in de Berlijnse tijd. En dan voeren ze ook nog eens een zomer- en een winteruur in. Kunt je dat geloven? We mogen zelfs ons eigen uur niet meer houden. En we moeten allemaal een pas hebben. Wat is dat? Dat is een kaart die zegt wie we zijn. Alsof wij zelf niet weten wie we zijn. We mogen zelfs geen vliegers meer oplaten. En het wordt nog erger als von Hindenburg en Ludendorff in augustus 1916 de macht krijgen. Militairen nemen vanaf nu ook het bestuur van de Duitse politici over. Alles moet wijken voor het militaire doel. In Duitsland komen ze arbeidskrachten tekort om hun oorlogsmachine draaiende te houden. En wat verzinnen ze daarop? Op 29 november 1916 worden op de station Sommar, zonder boe of ba, 600 Limburgse mannen opgepikt om zich aan te melden in Duitsland voor werk. Was willst du denn? Während unsere deutschen Männer an der Front sind, tun die Limburger Männer hier nichts. In Deutschland gibt es genug zu tun. We hebben minder te eten. In Limburg valt dat nog mee. Alhoewel, de Duitsers eisen van alles op. Fabrieken worden leeggeroofd. Zij beslissen wat er geproduceerd mag worden. En alles is plots zo duur geworden. Een kilo brood is van 32 centiem naar 68 centiem gestegen. Een ei van 9 naar 90 centiem. Een kilo kaas van 4 naar 18 frank. Een kilo koffie van 9,5 frank naar 45 frank en een kilo spek van 4,5 frank naar 25 frank. En een arbeider verdient maar 2,5 frank per dag, hè? Stukje vlees of koffie zit er niet meer in. De Duitsers eisen zelfs al ons eten op. Ja, daarom laten ze de Amerikanen toe om eten voor ons in te zamelen. Dan moeten ze daar zelf niet meer voor zorgen. Maar dat Amerikaans eten, dat is nogal iets, hoor. Wij aten nooit rijst of maïs. En hun spek, dat noemen wij Wilson's spek, naar hun president. Er is zoveel veranderd door de oorlog. Wat schaft de pot? Gestoofde ajuin met kippenbloed. Lekker. In de oorlog zijn wij allemaal afgevallen. Het was eigenlijk geen lang dieet. Maar als je rijk bent, kun je op de zwarte markt terecht. De zotste prijzen vragen ze daar. Ze zeggen dat de boeren goed boeren, maar ze worden er niet geliefd door. In het begin van de oorlog rijdt de tram nog van Tongeren naar Maastricht. We moesten dan aan de grens uitstappen om dan over de grens weer op te stappen. Hoe vaak dat ik daar brieven en koffie over de grens heb gesmokkeld. Je kon overal door soldaten of door visiteuses worden gecontroleerd. Controle, tasje afmaken. Op een keer had ik de koffie verstopt in een kussensloop en ik was de grens nog niet over. Of daar stapten al een soldaat en een paar van die ongelooflijke rotwijven de tram op. Die visiteuses die konden onder uw rokken gluren. Ik dacht echt dat ik eraan was. Maar toen stapte plots die Duitse officier die bij ons is ingekwartierd ook de tram op. En hij zag mij sukkelen met mijn kussensloop en heeft me toen geholpen. En toen ben ik samen met die Duitse officier en met mijn koffie de grens overgeraakt. Ik drink ook geen frisse koffie. Niet dat we zo graag naar Nederland gingen. Ze zien ons daar niet graag komen. In plaats van ons te helpen, deed de Nederlandse overheid er alles aan om onze smokkelaars op te pakken. Het enige wat hun interesseerde was hoe ze geld konden verdienen aan de oorlog. De Belgische soldaten die de grens overvluchten, werden opgepakt door de Hollanders en in kampen gestoken. De omstandigheden waren abominabel slecht daar.
En dan durfden ze daar ook nog eens de rekening voor naar de Belgische overheid te sturen. Gelukkig waren er ook wel veel Nederlanders die ons echt hielpen, onder andere door post van en naar het front verder te sturen. De grens met Holland is zo lek als een zeef. Alles wordt erover gesmokkeld, vooral veel jonge gasten. 1000 vrijwilligers zijn zo al de grens overgetrokken en vervoegen zich via Engeland bij onze troepen aan de IJzer. Brieven, inlichtingen, smokkelwaar, het gaat allemaal de grens over. Die Duitsers kunnen die 200 kilometer toch niet bewaken. En toen wisten de Duitsers niet beter dan de dodendraad aan te leggen. 3 rijen draad. De buitenste gewoon prikkeldraad. Maar op de middelste zit elektriciteit. 2000 volt, van Waals tot Katzand over de hele grens met Holland. De mensen weten niet wat hen overkomt. De leerlingen van het Sint-Hubertus-college in Neerouteren die kunnen niet meer naar huis. Arbeiders in Maastricht niet meer naar hun werk. Landbouwers zien hun land in 2 gedeelten, geraken niet meer bij hun koeien. Die draad liep zelfs dwars door het klooster van de Achelse Kluis. De mensen weten niet wat dat is, hè, elektriek. De meeste mensen in boerderijen hebben nog een petroleumlamp. Pas in 1923 krijgen ze in Neerpelt elektriciteit. Voor velen is die draad fataal geworden. Honderden doden, schatten ze. Maar de passeurs weten daar wel een mouw aan te passen. Als er iemand de grens moet worden overgeholpen, vinden wij altijd een trucje. Zo heeft Helena Erkens-Nulles uit Cannes 200 jongelingen de grens overgeholpen. En de spionnen in Limburg die maken er gretig gebruik van om een berichtje de grens over te krijgen. Al vrij vroeg na de bezetting vroeg burgemeester Mone van Neerpelt mij om een inlichtingendienst in Limburg op te richten. Hij zat toen al in Holland. Ik heb toen mijn plicht gedaan, omdat het vaderland mij nodig had. De Serial Company bestrijkt heel de provincie Limburg en Luik. Wij verzamelen inlichtingen en spelen die door aan de geallieerden. Jonge mannen die hun leven riskeren voor het vaderland. Maar ook vrouwen. Zoals Janneke van den Bos, de Matahari van Bree. Och, er wordt zoveel over mij verteld. Dat ik 7 talen kan spreken en al evenveel mannen heb verslonden. Dat ik 7 keer verraden ben, opgepakt en weer ontsnapt. En dat ik in mijn bruidskleed voor het vuurpeloton gestaan heb en op het laatste moment gratie heb gekregen. Laat ze maar zeggen. Wij vrouwen hebben ons steentje bijgedragen. Janneke is een straffe madame. Zij was een van onze mensen die in de winter van 1916 door de moffen werden opgepakt. Het krijgsgericht veroordeelde haar tot levenslange dwangarbeid, maar dat werd later omgezet, in 9 jaar. Een vrouw moet haar charmes weten te gebruiken. Jacques Tassé en Frans Massy die hebben minder geluk gehad. Frans was coiffeur in Keuringen. Hij kreeg alles los uit de Duitse officieren die bij hem hun haren kwamen laten knippen. Zo heeft hij er eens eentje zover gekregen dat hij de posities van hun kanonnen aan het front tussen Colmar en Mulhouse op een plannetje tekende. De Fransen hebben mee daardoor een veldslag gewonnen. Jacques Tassé die was dan weer een eenvoudige landbouwer uit Neerpelt. Jacques werd verraden, maar heeft zelf nooit een woord gelost. Frans en Jacques zijn allebei geëxecuteerd. Gas veroorzaakt keine schreckliche Verstümmelungen wie abgerissene Gliedmaßen oder entstellte Gesichter. Es ist eine zivilisierte Art der Kriegsführung. Tod ist Tod, egal wie man stirbt. Ich suchte einen abgelegenen Ort, um das Chlorgas zu testen, wollte schauen, wie es auf Wind reagiert. Die Heide von Beverlo war perfekt. Ich wollte das gelbliche Gas aus der Nähe studieren, aber es hat mich selber erwischt und ich musste heftig hustend auf einer Treibbare abtransportiert werden.
We weten dat ze daar op de hei van alles met honden aan het testen zijn. Aber auch an Schafen. Er zijn ook hoge Duitse officieren gesignaleerd. Ja, ja. Alle führenden Köpfe der deutschen Armee kamen, um das größte Geheimnis meiner Experimente in Beverlo mit eigenen Augen zu sehen. Maar dat het over gas ging? Hoe zot kunt je zijn? Ik begrijp heel goed dat de vrouw van Fritz Haber een paar weken na die testen zelfmoord heeft gepleegd. Hoe kunt je nu bij zo'n vent blijven? Ze heeft zich met zijn dienstwapen in haar borst geschoten. Ze heette Clara, een echte pacifiste. Na de oorlog is Haber naar Zwitserland gevlucht. In 1918 kreeg hij nog de Nobelprijs Chemie voor ammoniak en kunstmestproductie. We hebben onze handen vol met de activiteiten van de Duitsers in Limburg. In As hebben ze een militair vliegveld aangelegd waar ze oefenen met mijnen. Ze leggen er loopgraven aan en bouwen bunkers om te oefenen. In Tongeren hebben ze een machinegeweeropleiding. En het kamp van Beverlo wordt steeds groter en moderner. Ze hebben er zelfs elektriciteit aangelegd. En soldaten worden in Limburg opgeleid. Kostbare informatie voor onze troepen aan het front. Zeker 80% van wat we doorspeelden komt van de spoorwegen. We bespieden wat er voorbij komt en melden zo wat er allemaal vanuit Duitsland naar het front wordt aangevoerd. Dan weten ze ook wat hen te wachten staat. Ik geef het niet graag toe, hè, maar het is niet allemaal slecht wat die Duitsers doen. Ze bouwen bijvoorbeeld viaducten en spoorwegen. En er wordt ook minder gestolen, want er is meer controle. Alles is een beetje beter georganiseerd. En weet je wat ik nou het schoonste vind? Bij Kerstmis kwamen die Duitsers die bij ons zijn ingekwartierd ineens af met een dennenboom. En die beginnen ze dan te versieren. Dat was zo schoon. Ik had dat nog nooit gezien. En ondertussen zitten wij hier. Aan het front. In de kou, in de modder, onder de luizen, tussen de ratten. Te wachten tot we doodgeschoten worden. Of in flarden gereten worden door een granaat. En wat ons echt zot maakt hier, is de heimwee. De heimwee naar huis. De onwetendheid over ons geliefde. De Belgische soldaten maken zich serieus zorgen over hun vrouwen. Maar spoken die Duitsers daar toch uit, thuis? En het schijnt, er gaan verhalen dat er Limburgse vrouwen aanpappen met Duitse soldaten. Ja, het leven is hard in de eerste linies. En niet alleen de Duitsers zorgen voor gevaar, maar sommigen van ons verdrinken. Anderen sneuvelen door verkeerde beschietingen. Er zijn er ook nog een paar executies. Goh, ja. Fonske Gielen uit Klein-Spouwen, die is geëxecuteerd in het begin van de slag aan den IJzer. Die had zijn wachtpost verlaten om eten te zoeken. Maar ja, ze hebben hem gearresteerd. Maar de krijgsauditeur vond het niet erg genoeg wat hij had gedaan. Dus die ging hem enkele paar dagen cachot geven. Maar generaal Dossin, die wou een voorbeeld stellen.
Discipline moet heersen, zegt hij. Hij heeft Fonske laten fusilleren. Voor de ogen van zijn kameraden, hè. In Nieuwpoort. Hij laat een vrouw en kinderen na. We zijn hier met veel. Want ijzerfront, hè. Ik ben hier ook al veel Limburgers tegengekomen. En ook één officier. De scheiter noemden we hem. Bij de wachtposten gaf hij nooit het wachtwoord. Maar de soldaten lieten hem dan toch door. En dan strafte hij die nadien. Ik heb zo een keer op wacht gestaan met een Brusselaar en een Waal. En die Brusselaar die riep, kivief. Er kwam geen antwoord. Dus nog een tweede keer, kivief. Nog geen antwoord. En bij de derde keer schoot hij de scheiter in zijn been. En we dachten toen allemaal, we gaan een paar dagen cachot krijgen, maar door ons getuigenis zijn we vrijgesproken. Maar dan later, bij een aanval, is de scheiter in de rug geschoten. Door zijn eigen mannen. Overmorgen, zeggen ze. 28 augustus 1918. Waar, dat weten we nog niet. Maar we gaan de Pruisen breken. Ik ben er zeker van. België wordt bevrijd. En we mogen terug naar huis. Misschien. Het wapenstilstand. De Duitsers trekken zich terug. Wat een ongelooflijk verschil met 4 jaar geleden. Wat is er overgebleven van dat vierde leger? We hebben den Krieg verloren. Onze eigenen Männer hebben zich aufgelehnt. An der Heimatfront sind sie den Krieg leid. Er hat lang genug gedauert, dieser endlose Krieg. Es sind harde Tijden geweest. En we wachten nu allemaal op de terugkeer van onze geliefden. En sommigen komen niet terug. En diegenen die terugkomen, hoe gaat dat dan zijn? Zijn dat nog altijd dezelfde mannen waar we 4 jaar geleden afscheid hebben van genomen? Gaan hun kinderen nu nog herkennen? Maar wat dan nog? Ik ben blij dat hij terug is. En ik hoop dat nooit geen oorlog meer wordt.